Dus heb, voorzitter, als ik even heel wat de kracht... Ik heb ze nog niet gelimiteerd. Oké, okay. Nee, ik zal... Oké, okay, dank. Dank aan de minister van Financiën voor de beantwoording. Maar ik begrijp dit dus echt niet. Hè. Op dit moment is het zo dat Russische tegoeden worden bevroren, worden ook geconfiskeerd. Dus je kunt wel zeggen, ja, het zijn winsten die we afromen, maar dat is ook confisceren van geld. En nou, en volgens mij zijn bijna alle economen het daarover eens. Als je dat gaat doen, als het zo is dat je de euro gaat gebruiken als een politiek middel om een land te straffen en daarmee dus ook individuen dus hun geld en bezitting afhandig maakt, ja, dan wat ik al in mijn betoog zei. Stel even, ik probeer het even van de minister duidelijk te maken. Stel, de minister heeft bijvoorbeeld investeringen, noem wat, in Turkije of een huisje in Turkije. En de Nederlandse regering krijgt ruzie met de Turkse regering. Nou, de minister heeft banden met de Nederlandse regering. En de Turkse regering gaat zeggen, nou, we gaan het huisje confisceren, we gaan de bezittingen van de minister afpakken. Dan gaat toch het vertrouwen in die Turkse lira in dit geval omlaag. Want dan denken heel veel mensen, ja, mijn geld is daar niet veilig. Zodra Turkije ruzie krijgt met een land, dan... Dat is toch volstrekt logisch. Dus ik begrijp niet dat de minister zonder enige onderbouwing zegt, ja, dat heeft geen gevolgen voor het vertrouwen in de euro. Dat begrijp ik echt niet. De minister. Ja, voorzitter, ik begrijp eerlijk gezegd iets anders niet. Er is sprake van een brute aanvalsoorlog aan de rand van Europa. Ja, de heer Van Houwelingen weet dat dit komt, maar dat komt omdat de heer Van Houwelingen er zelf zo weinig woorden aan vuil maakt dat ik het blijkbaar moet zeggen. Dus dit gaat niet over een ruzie tussen twee landen. Dit gaat om een brute oorlog aan de rand van het Europese continent. Een aanvalsoorlog door Rusland, waar Europa, overigens samen met de G7, we doen dit eendrachtig, optrekt om daar alles te doen om Oekraïne te steunen. Ik weet dat de heer Van Houwelingen dat niet wil. Ik weet dat er vast allerlei... Ik zag dat de Voice of Europe inmiddels vanuit de lucht is gehaald door de Tsjechen. Maar zijn verhaal, hoe erg dit is, dat zou weer letterlijk van die website af kunnen zijn gekomen. Dit is gewoon onverstandig. De heer Van Houwelingen zou hier dus klip en klaar, voorzitter, moeten zeggen dat dit een brute aanvalsoorlog is en dat we alle instrumenten inzetten als Westerse en als Europese Unie om Oekraïne te helpen en om te zorgen dat die aanvalsoorlog stopt. En dan nu dan de vergelijking met Nederland en Turkije. Dat is allemaal, voorzitter, Nederland heeft Turkije niet aangevallen en Turkije en Nederland niet. Rusland heeft Oekraïne aangevallen. Maar die woorden schijnt de heer Van Houwelingen niet uit zijn mond te kunnen krijgen. Heer Van Houwelingen. Ja, het is toch interessant om te merken wat hier gebeurt. Je stelt een inhoudelijke vraag. Hetzelfde heb ik net geprobeerd bij de heer Heijnen. En er komt geen antwoord, omdat het natuurlijk waarschijnlijk geen antwoord is. Omdat de minister, net zoals de heer Heijnen net, helemaal klem zit. En dan komt die obsessie. Met alles met Rusland. Rusland. Ik heb het helemaal niet over Rusland. Het gaat me niet om Rusland. Ik stel hier, dit is trouwens ook geen buitenlandse zakendebat, toch? Zeg ik via de voorzitter tegen de minister. Dit is een debat over financiën. Dit is een debat over financiën. Daar stel ik de minister van Financiën een vraag over. Net zoals ik net bij de heer Heijnen probeerde. Een hele simpele vraag. En ik krijg geen antwoord. Omdat er waarschijnlijk geen antwoord is. Ik ga het nog één keer proberen, maar voorzitter, met u goedvinden. Als je op bezittingen confiskeert in de Europese Unie. Hè, omdat er problemen zijn tussen de Europese Unie en landen. Dan ondermijnt dat toch... Je gebruikt dus de euro als een politiek pressiemiddel. Dan ondermijnt dat toch de vertrouwen in euro. En daar heeft Nederland toch ook last van? En daar zou de minister van Financiën zich tot daar alleen beroepshalve zorgen om moeten maken. Ja, de minister. Voorzitter, het is een bekend stijlfiguur van de heer Van Houwelingen dat als het antwoord hem niet zint, dat onrecht wordt gedaan, de vraag niet wordt beantwoord, dan uitspreken voor het filmpje dat er vast geen antwoord is. Dat stukje zien we straks vast weer op sociale media. De realiteit is dat risico heel beperkt is, omdat we dit ook als Europa doen. We doen het samen, omdat we ook met de G7 proberen dit samen te doen. Het echte risico voor de euro is wat er aan de rand van Europa gebeurt. Dat vind ik een echt risico voor de euro. Een echt risico voor de euro is als we daar niet eendrachtig optreden om Oekraïne te helpen. Dat vind ik een risico voor de Europese Unie, de Europese economie en de euro. Maar nogmaals, de heer Van Houwelingen wil het daar allemaal niet over hebben. Hij doet hier een pleidooi alsof hij een hele academische vraag stelt. Maar het is wel weer een typische academische vraag, letterlijk uit het playbook van Poetin. Afronden, de heer Van Houwelingen. Ja, dat is het niveau van het Nederlands kabinet. Alles wordt Poetin bij de Poetin-verzaal. Ik negeer het maar even. Dus inderdaad.